ging maar over één ding. De afgelopen tijd ging het alleen maar over dat bord van die Faber, van minister Faber van de asiel. Die wil daar een bord ophangen, dat heb je waarschijnlijk wel gelezen. Wij werken hier aan uw terugkeer. Wij werken hier aan uw terugkeer, dat wil ze daar neerzetten daarbij. AZC, Ter Apel en Budel. Dus die mensen die daar aankomen lopen, die zien dan staan in allerlei talen. Wij werken hier aan uw terugkeer. Ja, en? Wat wil je daar nou mee bereiken? Dat heeft totaal geen zin, zo'n bord. Nee, het is alleen maar dat die mensen denken, nou ja, dat is niet zo vriendelijk. En dat is het dan, die daar aankomen. Daarmee maak je geen verschil in je asielbeleid. Zij is alleen maar van de asielcrisis en uitgeroepen. Ze willen het allemaal maar benoemen en dit en dat. Daar zitten we niet op te wachten, Faber. Nee, we willen daden. Je moet het doen. Je moet het niet zeggen van we werken aan je terugkeer. Nee, je moet het gewoon doen. Zet die mensen op vliegtuigen en zorg dat ze wegkomen. En zorg ervoor dat ze niet in Ter Apel en in Budel komen. Zorg daar nou voor. Dan hoeven ze ook het bord niet te lezen. Dat ze het niet kunnen lezen. Daar gaat het over. Het is hetzelfde als dat je zegt, ik ga met een bordje ga ik naar het huis van Frans Timmermans. En die zet ik dan in zijn tuin en dan zet ik op dat bord. Ik stem niet op jou. Nou en? Gefeliciteerd. Ja, geweldig. Ik stem niet op jou. Nee, dat doe ik niet. Ik ga niet op Timmermans stemmen. Er is geen bordje voor nodig. Het enige wat zo'n bord doet, hè, bij die AZC's, dat hebben we dus gezien weer op tv, dan verzamelen de deugneuzen verzamelen zich en alles wat links is. En dat gaat allemaal daar dan weer over tekeer. En die geef je alleen maar weer tijd en mogelijkheden om de boel af te zeiken. En waarom zou je? Waarom zou je dat nou doen? Ja, dus Faber, ga gewoon aan het werk. Ga het gewoon doen.